allemaal, we kijken weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Jesse. Vandaag speel ik Kingdom. En ja, dit is mijn Kingdom. Ik ben koning van Phoenix. Hoi. Ja, hoi. En ja, ik ga vandaag een tour doen tussen alle Kingdoms. En dan ga ik een beetje laten zien wat ik allemaal in mijn Kingdom heb. En ik ga jullie ook een beetje de secret rooms in mijn Kingdom laten zien. Maar dan laat ik niet zien hoe ik erin kom. Maar ik ga eerst een beetje rond de muur lopen. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het eruit ziet. Ja. Het pakketje. En ik lag een beetje. Hop. Ja, dit is gebouwd door een hele goede bouwer, vind ik. En die dingen daar, die tronetjes volgens mij. Die zijn ook door die bouwer gebouwd. Ik vind het best wel mooi. En dat is voor oorlog. Maar, ja. En dit is de vlag van een Ellie Arceus. En dit is de vlag van mij. Ik vind hem ook wel mooi. En dit is inderdaad de skin van Hertog Cosmo uit Yennava. Alleen ik heb hem een beetje veranderd in rood. Want ja, ik wilde een leuke Kingdom skin hebben. En ik vind deze skin echt super leuk. Dus ik had hem gewoon veranderd naar mijn vlag. Dus ja. En ik ga nu een beetje Phoenix laten zien. Dit is dus de muur waar ik nu op sta, dat is de troonzaal. En waarom mijn torsjes op het dak staan, dat is steeds mobs spawnen. En dat is super irritant. En ze spawnen alsnog. En ja, ik ga een beetje laten zien hoe alles eruit ziet. Dit is de troonzaal, daar ga ik zo meteen nog even van binnen laten zien. En dat is de martelplek. Daar verderop stond eigenlijk ook nog iets waarin je mensen kon opsluiten. En dat ze er toen niet meer uit konden, omdat we toen iets boven hun hoofd gingen zetten. En dan konden we helemaal met bogen schieten en zo. Dat is dus weg, ik weet ook niet waarom. En daar was eigenlijk Fort Phoenix. Dat laat ik zo meteen nog wel zien. Maar dat was dus helemaal kapot gegaan. Ik weet ook niet hoe. Iets met World Edit volgens mij. En ja, we gaan nu gewoon lekker lopen. Wat is dat? Dat is gewoon weer een skeleton. Ja, oké. Skeleton, mobs, ga weg. Oké, die is dood, die is ook neer. Ben je vanzelf dood? Of ga je wel? Nee. Doe niet. Doe niet aardig. Oké. Nu zijn ze dood. En ja, ik had hier even een beetje verkeerd gebouwd, maar dat maakt niet uit. Want er is nog een goede muur om op te lopen. Als je niet dood gaan. Niet chill dat je bestaat. Dank je. Zo. Dit is een beetje. Ja, dat moeten we nog een beetje plat maken. Anders kunnen we er niet zoveel mee op. We maken het hier juist hoog. Dat kan ook. Creeper, ga weg. Dank je. Oké, jullie kunnen mij toch niks doen. Ja, kijk, en hier zat ik zo van. Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ik ga hier wel naar beneden. Ja. Oké, we zijn weer bij het einde. Hier staat een Enderman. En die gaat nu weg teleporteren als ik dit doe. Ja, doei. Jongen. Oh mijn god, lag. OP. Ik heb ook een minimap. Daar is. Oh mijn god, en er gaat ook nog regen waardoor ik meer lag heb. Wacht, je kan toch ook regen uitzetten of niet? Wat zit er? Nou, laat maar even laten werken. En ja, dat is Arceus. Daar ben ik Ellie mee, zoals ik al verteld had. En gaan we hier naar beneden. Dan kan ik dat veilig doen. Laat maar. Ik heb het dan niet veilig gedaan. En ja, ik denk, misschien wil je weten wat hieronder is. Dit is gewoon wat je zo kan doen. En dan gaat het ding weg waardoor je er doorheen kan lopen. Op zich, het is handig, maar het is ook niet zo heel erg sterk. En ja. Dit is gewoon een huis van een inwoner. En dat is, ja, ik weet niet wat we daar eigenlijk aan het bouwen zijn. Ik heb geen idee. En ja, laten we, hoe ver is dat eigenlijk? Oh, dat is nog niet eens heel ver. Oké, handig. Ja, ik ga nog niet vertellen wat die G is. Want ja, het is nog een beetje voor de storyline. Ik ga nu trouwens een mijn in. En hier dacht ik dat ik al op hoogte 11 stond. Want dat zie je hier bij Chunk of zo. Ja, dat dacht ik dus. Alleen er was heel veel dom, want ik ben hier pas. En toen heb ik hier railway naar Arceus. En toen had ik hier een beetje poep gedaan. En toen, ja. En hier op de railway naar Arceus. Ja, ik ga nu gewoon normaal lopen. En hier op de railway naar Arceus.
daar, dat is super lang, trouwens. Daar, dat is dus, hier is trouwens Iron. Ik heb eigenlijk alles overgeslagen. En dit is eigenlijk een beetje de mine geworden. Maar dat is ook tegelijkertijd een railway, dus dat is heel erg handig. En hier, hier kwam ik erachter dat ik niet eens op 11 zat, dus hier ging ik naar beneden. En daar verderop ging ik volgens mij nog meer naar beneden, of niet? Maar weet niet. En ja, dit is dus gewoon, dan kom je ergens helemaal bij het einde. Dat is eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. En ja, ik ga nu een van de secret rooms laten zien. Hey jongens en meisjes, daar ben ik weer in de secret room. En ik heb de minimap uitgedaan, want ik heb... Ja, want anders kan je zien waar het is. En dit is een van de secret rooms. Niet zo heel erg bijzonder. En dat ga ik trouwens even dicht maken. Oké. Anders, ik heb het nog nooit gezien. Handig dat ik het niet zie. Ja, oké, het is dicht. En het is niet dicht. Oh mijn god, wat handig. Hier trouwens een crafting table. Ik weet ook niet meer. Maar het is zo, dus ja. Als we een crafting table nodig hebben, dan gaan we naar de secret room. En jullie willen waarschijnlijk weten wat hier in de kist zit. Nou, dat ga ik jullie nu laten zien. De schat van Phoenix. Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. Ja, oké. En ja, dat was dus deze secret room. En dan ga ik jullie nu naar een andere secret room brengen. En daar ben ik dan in secret room nummer 2. Dit is ook de laatste secret room. En ja, dit is een beetje de chest room. Dus ja. Verder is dit helemaal niks speciaals eigenlijk. En hier kan je lekker enchanten. Lekker dit, lekker dat. Oké. Dit is om te enchanten. En hier had ik even geprobeerd of ik wat leuks... Of ik er wat leuks kon krijgen. Een beetje geluk, dat is niet zo heel erg goed. En hier had ik ook geprobeerd, allebei efficiëntie 2. Hier kan je hier sandstone, of er zijn een beetje een zandding. Dit is gemined, dat heb ik gisteren volgens mij gedaan, of eergisteren, weet niet meer. Dit heb ik uit de schatkist gekregen, die ik had gevonden. Tijdens het minen. Dus een bow. Oké, ik ben gewoon nieuwsgierig wat ik erop ga krijgen uit deze gaan shoppen met even bedden. Zien jullie als ik weet genoeg wat. Hey jongens en meisjes, daar ben ik weer. En we gaan. Oh, ik moet wel even lapis hebben. En dan ga ik nu kijken of ik er wat goed op kan krijgen. Punch 2. Oeh, power 3. Dat zal ik gaan. Punch of power? Ik denk dat. Misschien kan ik hier ook nog power op. Ga proberen. Ah, jammer. Jammer. Maar ik zag. Misschien kan ik het nog een keer doen. Maar dan weer met level 19 of zo. Misschien. Oh, auw. Weer pijn. Oh. Ja, dat is jammer dan. Talentje hebben we geluk. Dit is best een zonde. Ik heb een pijl nodig, want mijn pijl heb ik net per ongeluk geschoten. Oké, jongens en meisjes, we zijn klaar met de chanten. En dan gaan we nu even kijken bij de vergaderzaal. En hier staat een ender chest. Ik heb geen idee waarom, maar er zit weer dezelfde stuff in. Dit is de Phoenix kaart. Ik weet niet waarom hier twee spelers staan, maar dat was toen denk ik, toen er nog twee spelers online waren. En zo ziet het eruit. Ik vind het best wel cool. Oh ja, dit is een gevangenis. Moet ik zo meteen misschien nog even laten zien. En deze kaart is braaf. We gaan het even goed maken. Oké, ik zie jullie bij bij het fort dat kapot is. Oké, jongens en meisjes, we zijn aangekomen in Fort Phoenix. En ja, je kan duidelijk zien dat dit met World Edit gedaan is. Want als je als met teen tegenaan is, zou je wel wat kraters zien. Alleen ik heb ook een screenshot van iemand die dit gedaan had. Dus ja. En ja, we gaan. En nu gaan we nu naar mijn Ellie Arceus toe. Aangekomen in Arceus. En we gaan meteen eventjes helpen door de skeleton te killen. Of even een lekker krijgen. Dankjewel. Zit allemaal in. Een arrow, leuk. Ik zit op de troon! Hahaha. Hey, dat was misschien niet zo heel slim. Heb ik nu niks in mijn hand? Een pickaxe? Nu heb ik niks, man. Heel fijn. Lekker eten. Hoppakee. Ja, dus op zich. Dit is het. Dit is een heel sterk kingdom.
misschien degene die eigenlijk de echte eerste Kingdom aflevering gezien hebben, die hebben misschien gezien dat ik toen ook nog Ellie was met Elvaria. Misschien zag je dat toen op de vlag. Alleen ja, later werd ik aangevallen door Elvaria en toen hadden we het Ellie opgegeven. Dus ja, daarom zijn we nu geen Ellie daarmee meer. En deze, ik weet niet of dit in bouw is of dat het gegriefd is. Volgens mij is het nog in bouw. Allemaal mooie huisjes. Daar is een kapot toren. Hier is een begrafenis. Laten we even... Ik ben nieuwsgierig of hier iets onder zit. Sorry, graf. Oké, er zit niks onder. Sorry, ik wil alleen even kijken. Dit is een kasteeltje. Mooi. En ja. Dit is een kasteel. Even kijken of ik nog meer voor jullie kan laten zien. Jongens, eigenlijk kan ik niks anders laten zien dan wat ik al hoe zeg ik dat? Eigenlijk heb ik alles al laten zien wat ik kan laten zien. Oké, dat is goed. Oké, mooi. En ja. Oké, yay! Zijn we binnen in het oude vertrouwde fort. Nee, in het oude vertrouwde Phoenix. Ik weet niet, ik vind het wel een heel mooi kingdom. Dit is volgens mij het tweede of derde sterkste kingdom. Volgens mij is Elvaria toch wel de sterkste omdat ze kunnen vliegen en een soort van empire wand hebben. Dus ja, ik ga de video hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Klik dan natuurlijk even op dat duimpje omhoog. En er komen er natuurlijk heel veel roleplay aan op kingdom. En misschien komt er ook nog wel een andere server, maar ik denk dat ik gewoon op deze server ga blijven. Want ja, dat heb ik al die muren heb ik in mijn eentje opgebouwd en dat wil ik niet opgeven. En dit, alles wat ik hier heb ik ook in mijn eentje gekregen. Ja, allemaal hele goede stuff. Ook niet kwijtraken. En ik weet niet, mijn broer was kwijtgeraakt. En toen had ik wat nieuwe gekregen van Arceus en die moest ik dan even nemen. Dus ja. Klik dan natuurlijk even op dat blauwe duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer voor meer. Reageer, dat is altijd leuk om te lezen. En misschien laat ik je in de volgende aflevering zien wat de G is. Later mensen.